Ziekenhuis Sint-Jansdal is een regionaal basisziekenhuis voor alle inwoners van de Noordwest-Veluwe en een deel van Flevoland. Met 130 medisch specialisten, 1750 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers biedt het ziekenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Het ziekenhuis wordt gewaardeerd om het persoonlijke karakter. Sint-Jansdal heeft de beschikking over een hypermodern moeder- en kindcentrum, een kwalitatief en kwantitatief goed bemande spoedeisende hulp, geïntegreerd met de huisartsenpost, en een afdeling intensive care, waar 24 uur per dag een intensivist beschikbaar is. We gaan uit van de maatschappelijke trend positieve gezondheid. Dat wil zeggen dat gezondheid niet meer gezien wordt als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Patiënten voelen zich gehoord en gesteund en worden gezien als partner in de zorg. Het streven is om hen zoveel mogelijk zelfregie te geven over hun eigen zorgproces. Daarbij ondersteunt het Sint-Jansdal de patiënten optimaal, onder andere door de inzet van digitale middelen. Toegang tot informatie, bijvoorbeeld het patiëntenportaal, is daarbij een randvoorwaarde. Digitalisering is een middel om patiëntveiligheid, kwaliteit, efficiëntie, effectiviteit en arbeidstevredenheid te verbeteren. De zorg moet zinnig en zuinig zijn en samenwerking binnen de zorgketen is belangrijk. Versterking van samenwerking met de eerste lijn staat hoog op de agenda. Waar mogelijk streven we naar de overdracht van zorg naar de eerste lijn. Sint-Jansdal is als gemeenschapsziekenhuis verankerd in de regio en een betrouwbare partij voor ketenpartners en verzekeraars. We willen met elkaar het beste doen voor de patiënt en een aantrekkelijke werkgever zijn voor goede medisch specialisten en medewerkers. Investering in zorgverleners is essentieel. Zij zijn immers het goud van een organisatie en maken het verschil. Ouderen zijn verzekerd van excellente zorg in ons ziekenhuis. Artsen, medewerkers en transmurale ketenpartners zetten zich hier gezamenlijk voor in. Op het gebied van longkanker, borstkanker en darmkanker voldoet Sint-Jansdal kwalitatief en kwantitatief aan alle normen. Er is samenwerking met het Nederlands Kankerinstituut Anthony van Leeuwenhoek. Gastvrije ontvangst staat hoog op de prioriteitenlijst van Sint-Jansdal en begint al bij de voordeur. We streven naar een huiselijke omgeving waardoor patiënten zich op hun gemak en vertrouwd voelen. De renovatie van de verpleegafdelingen is in voorbereiding en, naar verwachting, is deze in 2020 in volle gang. Patiënten krijgen zorg van uitstekende kwaliteit, de veiligheid van een ziekenhuis en de geborgenheid van het Sint-Jansdal. Patiënten, medewerkers en bezoekers ervaren daadwerkelijk dat het Sint-Jansdal een ziekenhuis is waar geld je zorgt voor elkaar.